Maaike Wierik, een goed begin is het halve werk, zeggen ze. Ja, het is wel kijk, halve werk. Natuurlijk, één zwaluw maakt nog geen zomer, die ken ik ook. Maar nee, we zijn hier ontzettend blij mee. En, kijk, het is gewoon een heel goed, heel lekker begin. Natuurlijk zullen dingen nog veel beter moeten. Maar je kunt er wel mee door. De eerste keer dat FC Groningen van FCM wint? Nou, niet eer, ja. In de Eredivisie? In de Eredivisie, ja. Ja, nou, dat is toch lekker. En ben ik blij dat ik de ander deel van was. En, ik moet zeggen, ik kan wel zeggen dat me niks doet, maar het geeft toch wel een beetje extra lading. En dat zie je ook wel aan de supporters, denk ik. Dus ja, dat is gewoon lekker. Vind je het een verdiende winst? Ik vond eigenlijk een wedstrijd zonder hele grote kansen, denk ik. En ja, dan hun krijgen ontzettend grote kans. En nogmaals, net ook gezegd, dan zie je dat Sergio daar weer zijn maandje staat. En natuurlijk niet voor niks keeper van derde keeper van Nederland zelf al geweest. Dat zegt zo zijn niveau. En ik denk dat hij dat qua niveau nog steeds is. En ja, dat bewijst hij elke keer weer. En ik ben ontzettend blij dat hij bij ons in de goal staat. De eerste 15 minuten waren jullie een klein beetje beter. En daarna was het Emmen wat de klok sloeg in de eerste helft. Ja, maar ik denk dat dat vooral kwam doordat wij best wel slordig waren op een gegeven moment. En dan kregen we niet altijd goed druk op en daar profiteerde Emmen goed van. En, sorry. En ja, tweede had ik wel steeds meer het gevoel van controle. En alhoewel hun daarvoor natuurlijk de grootste kans kregen. Maar dat is wel ongekend lekker dat je met 0-1 wint. Ja, maar wat opvallend is, Nick Bakker van FC Emmen krijgt al heel snel een gele kaart. Wij denken van, nou, er gaat heel veel druk op die jongen gezet worden dat hij nog een keer in de fout kan gaan. Maar er gebeurt helemaal niks bij jullie. Nee, nee, dat klopt. Dat is misschien, heb je goed gezien. En er waren nogal één of twee met de gele kaart volgens mij. En, ja, daar moet je een beetje slim in zijn. En ja, je moet natuurlijk iemand ook geen teringschop geven. Daar heb je ook niks aan. En, maar goed, daar ben ik wel met je eens. Daar hadden we misschien van kunnen profiteren. Ik moet zeggen, ik voor Nick verder prima spelen. Dus ja, daar hadden we toch iets beter moeten doen dan. Wat zei de trainer in de rust tegen jullie? Ja, dat we vooral die slag in de rij moesten halen. En dat we wat weinig diepgang hadden. Waardoor je toch misschien iets meer open trekt. En ja, dan moeten we, dan moeten we gewoon verbeteren. En, ja, dat hebben we tweede helft denk ik wel beter gedaan. En, maar nog niet op zijn top. Dat kan natuurlijk ook niet naar één wedstrijd. Alleen nogmaals, we zijn in ieder geval heel blij met de 3 punten. En is toch iets lekkerder begin dan vorig jaar. En de tweede helft waren jullie verder de betere ploeg. Zij kregen dan één hele grote kans, maar voor de rest was het Groningen waar de klok sloeg. Nee, eens. Ik denk dat wij veel meer balbezit hadden over de hele wedstrijd gezien. En, ja, dat is positief. We hebben veel getraind op de opbouw en voetbal van achteruit. alleen tot aan het middenveld wou het vaak nog wel. Maar alleen daarna waren we best wel slordig en een beetje zoekende. Ja, nou, dat is een goede les voor volgende week. Dat we thuis van Twente moeten winnen. Ja, de kansen creëren, dat was het. Jullie creëren nog te weinig kansen, denk ik. Ja, ik zei net ook aan de kleedkamer. Ik dacht soms op de 16 komen ze ermee. Ik zeg, schiet toch eens, man. Ja. Ik ga zo goed schieten. En, Doan die van buiten naar binnen komt. Loemvist die een keer kan schieten. Ja, test die keeper eens uit, man. Je weet het nooit. En ja, dat is een puntje van volgende week. En die jongens die kunnen gewoon zetten goed voetballen. Dat zie je. En ja, maar nogmaals, die goal dat is natuurlijk echt de wereldbal van Loemvist. En ja, hoe Aydin hem afmaakt. En ik moet zeggen, petje af. Die jongen heeft niet makkelijk gehad. Of vooral zo niet. En hij staat er vanaf nu. Lijkt wel een nieuwe Aydin. En ik hoop dat hij deze lijn door kan trekken. Want dat hij fantastisch kan voetballen. Staat buiten kijf. Ja, eigenlijk is het de man of the match nu gewoon. Ja, dank je. Of hij het niet over mij? Nee, natuurlijk. Als je 1-0 wint en je maakt de winnen, dan ben je man of the match, ja. Ja, maar ook qua spel. Hij speelde een geweldige wedstrijd, vond ik. Ja, ik vond hem prima spelen. En, ik moet zeggen dat ik veel jongens wel gewoon een zeer behoorlijk niveau vond halen. Alleen de afstemming soms, dat kan nog wat beter. Maar nogmaals, dat is de eerste wedstrijd. En, ik ben heel blij en kunnen we mooi mee verder. En, ik moet zeggen, ik moest er van mij nog een beker ophalen, maar die heb ik nog niet gezien. Op naar Twente? Ja, zeker. Wat een lekker potje.